We zitten hier in Wisjewel West, een ontmoetingsplek voor buurtbewoners en kunstenaars. En mensen kunnen hier uit de buurt met hun wensen komen. Wij gaan proberen ze te realiseren. Dat zijn verschillende projecten die we dan doen. En heel veel gaan over de openbare ruimte. We zijn in dit project op 7 verschillende locaties in deze buurt samen met verschillende kunstenaars en ontwerpers. Met buurtbewoners de openbare ruimte aan het transformeren. De kunstenaars maken samen met bewoners ontwerpen, bijvoorbeeld boomhekken, banken, schilderijen. En de gemeente is bereid heel ver mee te gaan in onze ideeën. En zij gaan hiermee ook een experiment aan om te kijken van hoe is het als je bewoners ruimte geeft om hun eigen leefomgeving vorm te geven. Werkt dat? Geeft dat voordelen uiteindelijk? Zijn ze dan meer betrokken bij de openbare ruimte? Nou, we gaan het allemaal beleven de komende tijd. Hoi, ik ben Assia en ik ben een bewoner hier in de straat. En ik ben nu een boek aan het kijken om inspiratie op te doen voor planten, bakken en constructies om de straat mooier te maken. Bijvoorbeeld beeldjes in de straat leuk zijn, als een soort verrassing. Maar ook muurschilderingen lijkt me mooi. Maar het zou leuk zijn als we uit die muurschildering dan weer echte planten komen. Dus dat lijkt mij leuk. Dit boek is heel belangrijk, want in dit boek staan alle platen van de kunstenaars die mee hebben gedaan aan het leerwerkproject die we samen hebben gedaan met Kunstenaars & Co. Ik ben met dit boek langs 400 huizen gegaan hier in het complex en heb met heel veel bewoners gesproken. Zij konden op deze manier aanwijzen wat zij zelf heel erg mooi zou vinden in hun straat. En naar aanleiding van die bevindingen hebben we specifieke kunstenaars gekoppeld aan een straat. We gaan nu kijken wat de stemming is in de wijk. We hebben eerst gevraagd wat willen jullie. Dat was heel duidelijk, want ze wou heel veel niet. Dus het was gewoon heel veel, wij willen dit niet. Ze mogen hier niet te hard rijden. We hebben te veel vuil, we hebben te veel hangjongeren. En daar hebben wij een opklapsysteem hebben we bedacht. Die met paaltjes in de grond. Die wegzakpaaltjes. En daar gaan we meubels op maken. Dus die zakken weg in de grond. En de mensen die krijgen zelf een sleutel, die kunnen het zelf omhoog zetten. En dan doen we er een aantal bij elkaar. Dus ze kunnen spelen met hoogtes, zodat ze zelf de compositie kunnen bepalen. Nou, de stemming is goed, iedereen vindt het leuk. En sommige mensen zeggen van heel leuk, maar ik ga het niet gebruiken. Nou, ook goed. Het staat onder een hoek, zodat je er geen fiets tegenaan kan zetten. Want die vallen dan meteen om, weet je wel. Geweldig. En hij is niet te hoog, want anders kunnen er mensen op gaan zitten. Ja. Dus we hebben eigenlijk alles meegenomen wat jullie zeiden. We willen meer een ouderwetsere kleur blauw hebben, die meer bij de straat en de bouwstijl past. Ja, ja. Complimentje! Ja, mooi mevrouw, dankjewel. Voor de 2 kopietjes in de doe ik dat? Ja, zal ik doen. Hartstikke succes. Oké, dankjewel hè. Doei. De mensen vinden dan groene boomhekjes mooier als blauw. Want ja, we hebben groene deuren en dat moet wel overeenkomen in de straat. En dan, ja, die mensen vinden het niet leuk, dus ze willen graag groene. Is een beweging gaande, een lijn gaande om te kijken op hoe kun je burgers meer invloed geven op hun eigen ruimte. Maar daarnaast merk ik ook dat het heel lastig is. Want je vraagt aan burgers iets of je probeert burgers te betrekken. Maar om daadwerkelijk tot actie te komen en dingen in een buurt te doen, is ook verdorie lastig. En daarnaast heb je met allerlei regels te maken. Het moet veilig zijn, het moet betaalbaar zijn, het moet onderhouden zijn. Er zijn verschillende belangen, bewoners moeten het ermee eens zijn. De burger weet over het algemeen beter wat in de buurt, in de straat, moet gebeuren dan de gemeente. Het is ons eerste idee geweest om iets met die muren te doen, omdat die bakstenen zo lelijk zijn. Maar de vraag is of dat eigenlijk wel mag. Het is een andere kunstenaar. Hij heeft eigenlijk normaal als lelijk wordt beschouwd, heeft hij op zo'n manier bewerkt zodat het een onderdeel wordt van een soort wereldje, zeg maar. Straat hier eentje verder is zo'n heel lelijke hoek met dat prikkeldraad of een soort glas op een muurtje. Dat is mijn muur. Is dat een muur? Ja, dat staat er al op. Nou, dit is ernaast, man. Hallo. Hallo. Ik
schilder dromen van de mensen hier uit de straat. Ja. Ik doe het hier op straat, zodat mensen zien hoe hun droom tot stand komt. Zien hoe het gemaakt wordt en ook misschien nieuwe dromen komen vertellen. De zon ligt. Een veilig gevoel inderdaad. Een gevoel dat het echt van mij is. Ik weet niet of ik dat kan schilderen, maar ik zal het proberen. Ja, maar ja. En als de schilderij af is, dan wordt er een reproductie van gemaakt en die komt dan tussen de ramen te hangen. Voor mij zijn dromen vaak reëler of realistischer dan de werkelijkheid. Nou, het is een pleintje. En op het pleintje zou ik dan allemaal huizen laten bouwen. Als er dan mensen dan op het plein willen komen, lekker barbecuen met elkaar. En dan de kinderen konden spelen en een lekkere sauna. Dus gewoon lekker gezellig kletsen en lekker gezellig zijn. Misschien is 40 jaar, of jullie huis. Ja, 40 jaar. Ja. Nou, hier heb ik een menig nummerbordje mee opgehangen hier in het complex. Hoor. We proberen objecten van mensen te verzamelen. We hebben hun daarvan op de hoogte gehouden met het uitdelen van flyers. We zijn bij hun aan de deur geweest. En nu is dus de dag dat de mensen moeten komen met objecten. Van de voormalige werkgever gekregen. Ik zal je even laten zien waar het komt. De muur is dat je een inkijk hebt in de huiskamers van de mensen. We zijn nu bezig met de laatste ontwerpen voor lichtobjecten in de poortje van Loenbok. En daaruit kwam naar voren dat er wel behoefte was om iets met de poortjes te doen die naar de woningen leiden. Want deze twee straten zijn nogal grauw en met spinnenwebben en grijs. Dus wij dachten, nou ja, wat daar moet komen is licht. Veel mensen kwamen aan met stippen en gaatjes. Hier staat ook freestyle gaatjes. Er zijn er ook bewoners geweest die heel erg met tekst bezig gingen. En zodoende dachten we aan, ja, we moeten iets combineren met tekst en gaatjes. Er staat een pan op het fornuis, ze komt gewoon wat later thuis. Ja, de vraag is om daar een gezelligere ruimte van te maken, met wat meer rust. Dus zo hebben wij een afscheiding gemaakt in de ruimte en een wat mooiere, gezelligere hoek om in te zitten. Dit zijn die gordijnen, die kunnen over deze as, kunnen ze dus zeg maar of helemaal naar die kant of naar deze kant of in het midden. En aan deze kant van de ruimte zit ook nog zo'n gordijn. Hier zien je zeg maar allemaal kastjes. En hier zouden we dan eventueel dus met bewoners samen achterwandjes voor gaan maken. Het is een soort behang, dat is een soort eerste voorstel daarvoor. En die zou ook terugkomen hier in de zijscherm. Ja, omdat ik nu net begreep dat het inderdaad een soort van raam zou gaan worden. We hebben het dan aan onze managers voorgelegd, manager facilitair en manager zorg. Die waren heel enthousiast. Die hebben het eigenlijk als een olievlek in de organisatie gebracht. En nou, de meesten zijn echt heel enthousiast. En ze staan te trappelen dat ze eraan gaan beginnen. We hebben in Kanaalstraat de stoepen heringericht. We hebben de geveltuinen en de boomhekjes in de Bandhoekstraat aangelegd. En we hebben de pop-up tafel gemaakt. We doen dit voor de bewoners, we ondersteunen ze. Nou, ik ben een tevreden ambtenaar als ik de bewoners in de tuinen en projecten zie werken die we gezamenlijk aangelegd hebben. We zijn nu midden in het project. Alle kunstenaars zijn druk bezig met hun ontwerpen te realiseren. Sommigen gaan hartstikke snel, anderen wat langzamer, want er moeten voor sommige dingen vergunningen aangevraagd worden. Voor veiligheid.
veiligheid, voor welstand. Er zijn ook wat ontwerpen waarin de techniek nog niet helemaal goed is. Dus die moeten opnieuw dingen gaan bedenken. Maar dat gaat vast allemaal goed komen. Ik vind deze kast is hartstikke mooi en wat er leuk aan is. Allemaal verschillende accessoires wat je erop hebt. Nou, het ziet gewoon vrolijker eruit. En nu heb je echt hun eigen zitje en ze zitten ook lekkerder, weet je, in hun pauze.